Mag ik hier de inhoud eens bekijken? De binnenkant? Ja. Het spierenvoet. Plaster's here, yeah. Okay. And the acrylic to form zo vloeibaar is dat in elk gaatje van de mal komt. En dat kan een voordeel zijn, maar in het maken van deze mal is het een nadeel dat ik dan niet mooi meer de steunkap kan lossen. Omdat de steunkap geen esthetische doeleinde heeft, is praktisch dus mooier, beter. Make it perfect one again. Steunkap lossen. Steunkap van tegen een stootje, mag ik de opslag. Aanzienlijk lichter als een gipsvariant die we hier hebben. Exact hetzelfde in vorm, veel steviger en lichter. Steunkap kunnen we natuurlijk weer zo doen. Dus
siliconen kwastmal die ik eerder terugleg. En hierdoor talloze duplicaten maken van het ornament. Het originele ornament. Zoals te zien neemt de acrylic die we in dit geval gegoten hebben in een van zijn dikste vormen de details perfect aan. Nogmaals, het is een kwastmal. Nogmaals, het is een kwastmal. Een gekwaste mal van het plafond. Wat ongeveer 150 jaar oud was. Dus alle details, kleine scheurtjes, deukjes die in de blaadjes en het trosje, de druifjes, noem maar op, staan, zit ook in de mal en dus ook in de acrylic. Identiek aan de gipsen variant. Dit is gips wat je nu ziet. Ja, dit is origineel. Dit is gips. En dit is acrylic one. Dit is acrylic one. En gips. Ding op een draai. Ja, doen we zo. Goed gedaan, Joop. Ik ben er van. Super stevig. En hoe dik is het, die plaat? Super. Maar ik heb hier zo'n ding nog nooit met één hand vastpakken. Laat maar eens voelen. Dat is echt ongelooflijk. Het verschil tussen acrylic en gips is grotendeels gelegen in het stevigheid. Ah, shit. Maar... Het verschil tussen gips en acrylic one in stevigheid. De acrylic one steunt.